Van tijd tot tijd geef ik even een update uit onderzoeksland bij Parkinson. Wat mij betreft toch wel een heel belangwekkende studie. die gepubliceerd is in het gezaghebbende tijdschrift Neuron. Het was een muizenstudie. Dus wat ik nu ga vertellen moet je wel op zijn waarde schatten. Een muis is een muis en dat is geen mens. En we hebben veel te vaak al gehoord. Dat er uh, bevindingen waren bij muizen die later niet herhaald gerepliceerd konden worden bij mensen. Maar dit was wel een heel bijzondere studie die je ook nooit bij mensen zal doen, omdat ze die muizen expres ziek hebben gemaakt. Wat hebben ze gedaan? Bij mensen met Parkinson weten we dat er in de hersenen uh, cellen sneller doodgaan. En dat als je die cellen onder de microscopen kijkt, blijkt dat te maken hebben met een bepaald eiwit. Dat is dus niet een eiwit zoals je dat in je voeding eet, maar dat is een eiwit die nodig is om de structuur van de cel, zie je dat als een klein kubusje waarvan de wand gebouwd is met onder andere eiwitten, een van die eiwitten heet alfacenucline. En dat alfacenucline moet een bepaalde vorm hebben. En om redenen die we voor een deel snappen, onder andere erfelijke factoren, maar ook bijvoorbeeld blootstelling aan misschien giffen, kan dat alfa-synucleïne zich foutief gaan vormen? En je moet je voorstellen: een normaal alfa-synucleïne is net als een stapel vers gestreken lakens die je heel mooi kunt opstapelen. Op het moment dat dat alfa-synucleïne, om dus redenen die we voor een deel snappen voor een deel niet, foutief gevouwen wordt, gaat die stapel hotse knots op elkaar liggen en dat blijkt giftig te zijn voor de cel. Daardoor gaat die zenuwcel dood. Dus alfa-synucleïne, dat eiwit, speelt daarin een cruciale rol. Wat is nou interessant dat alfasynucline, en dat wisten we al uit onderzoeken op een glazen schaaltje, dat heet in vitro onderzoek, dat alfasynucline, als dat in een cel zit die ziek is, kan die cel uitzwemmen, die, gaat er echt, die zwemt eruit, zwemt naar de overkant naar een andere cel die nog gezond is, en vertelt die andere gezonde zenuwcel dat die nu ook maar eens moet gaan beginnen met zijn alfasynucline fout op te vouwen en hotse knots op te gaan stapelen. Dus dit is een infectie. Infectie, maar nu niet met een bacterie of een virus of een schimmel. Dat heeft u vast wel eens van gehoord. Maar nu is het een infectie met een eiwit. Dat kennen we in de medische wereld onder de naam prionen. Een prion is een infectieus eiwit. En de bekendste ziekte, waarschijnlijk ook bij het lekenpubliek, is de gekke koeienziekte. Weet u nog dat je van biefstukken van besmette koeien ook zo'n besmet eiwit kon krijgen, dat is een heel ander eiwit in dat geval. En dat gaat van cel naar cel naar cel. Een van de theorieën nu is dat Parkinson werkt zoals een prionziekte. Met het grote verschil dat de prionziekten die we bij mensen kennen. hele agressieve ziekten zijn. waar mensen vaak binnen een paar jaar aan dood gaan. Moet u nu helemaal niet van schrikken, want dat is helemaal niet het geval bij Parkinson. Maar het werkt wel waarschijnlijk zoals een prion, maar dan met een veel trager beloop. Nou, lange introductie, wat hebben die onderzoekers in neuron gedaan? Die hebben in de maag en het darmslijmvlies van muizen. dat foutief gevouwen alfa-synucleïne ingebracht. Dat hebben ze gewoon in een chemische reactie gemaakt, ingebracht in die muis. En wat gebeurt er? Dat alfa-synucleïne gaat in die muis inderdaad buurcelletjes vertellen. Jij moet nu ook je alfa-synucleïne fout op gaan stapelen. En binnen een aantal weken. Is dat alfacenucline wat ingebracht is in de darmen van die muizen via de nervus vagus, dat is de tiende hersenzenuw. En dat moet je eigenlijk zien als een soort elektrische kabel die tussen de maag en de hersenen loopt. Is dat alfacenucline, dat gemuteerde alfacenucline, helemaal omhoog gefietst tot onderaan in de hersenen. Precies daar waar dat elektrische kabeltje binnenkomt in de hersenen. En ik zag het heet de hersenen zijn een soort champignon op een steeltje. Die kabel komt aan de onderkant van dat steeltje binnen, en precies daar beginnen de afwijkingen. Nog ietsje later zit het wat hoger in de hersenen. Nog wat later, nog hoger. En na verloop van tijd zit het door dat hele muizenbrein heen. Bovendien lieten ze zien dat als je die muizen dat alphasnucline in de darmen geeft. en je knipt die elektrische kabel, die nervus vagus, door. dan wordt die muis niet ziek. Spannend, hè? Dat wisten we overigens al van mensen in de vijftiger jaren in Zweden. bij wie toen als experimentele behandeling. die zenuw ook werd doorgeknipt. Niet om Parkinson te voorkomen. maar dat was toen gedaan om te voorkomen. dat die mensen te veel zuurbranden kregen. Die mensen hadden een maagsweer. En daar is weer rapido mee gestopt. Want als je die zenuw doorknipt. krijg je verlamde darmen. Dus daar werden die mensen uiteindelijk helemaal niet vrolijk van. Maar toen hebben onderzoekers gezegd: hé, hey, als die elektrische kabeltheorie klopt. Dan zouden de mensen die in de 50 jaren in Zweden die operatie hebben ondergaan beschermd moeten zijn tegen Parkinson. En dat blijkt zo te zijn. Er zijn een aantal studies die elkaar er een beetje in tegenspreken, maar in ieder geval laat één studie zien dat het doorknippen van die zenuw bij mensen beschermt tegen het jaren later krijgen van Parkinson. En dat is nu dus opnieuw herhaald en bewezen bij die muizen. En tenslotte hebben ze genetisch gemanipuleerde muizen gemaakt die zelf geen eigen alfa hebben. En als je dan dat gemuteerde alfa uit dat reageerbuisje in de darm stopt, worden die muizen ook niet ziek. Met andere woorden, je hebt je eigen lichaamseigen alfa-synucleïne nodig. Als springplankje voor dat gemuteerde alfa om de hersenen te bereiken. Ten slotte werden die muizen ook echt ziek. Die kregen parkinsonachtige verschijnselen. Dat hebben ze op een hele slimme manier onderzocht. Onder andere. Door die muizen in een kooitje te zetten. in een omgeving die ze niet kenden. En een normale nieuwsgierige muis. die gaat door die hele kooi lopen en overal zoeken. Maar een muis die angstig is. die blijft een beetje langs de kant hobbelen. En de muizen die ziek waren geworden. bij wie dat alfa-cycline in de hersenen zat. die bleven heel veilig langs de kant zitten. en durfden minder rond te rennen. dan de muizen die gezond waren. Dus. en ze. Zeggen dat angst, en dat weten veel mensen met Parkinson, ook een symptoom is of kan zijn van Parkinson. Dus dat was één uiting. En dat andere was dat zie die muizen allemaal materiaal gaan om nestjes te bouwen. En geloof het of niet, maar dat kun je scoren. De kwaliteit van zo'n nest op een schaal van 0 tot 6. En gezonde muizen bouwen hele mooie rijke nesten met veel materiaal. En de zieke Parkinson muizen bouwden hele magere kleine nestjes die gewoon veel minder van kwaliteit waren. En dat hebben ze geïnterpreteerd als uitingen van een soort muizenparkinson. Ik vond het heel spannend onderzoek, ongelooflijk zorgvuldig uitgevoerd, met allemaal controle-experimenten die allemaal één kant op wezen. Namelijk, Parkinson werkt als een prionziekte, begint in de darmen, fietst omhoog via de nervus vagus, maakt de hersenen ziek, geeft Parkinson verschijnselen en je kan het blokkeren door die zenuw door te knippen. Wat is het belang hiervan? Het grootste belang is dat er nu een muizenmodel is. dat alle fasen van de Parkinson. van het vroegste begin in de darmen. tot het laatste stadium met compleet beschadigde hersenen. repliceert. En dat betekent dat je in dat muizenmodel. nu nieuwe medicijnen kunt gaan testen. Want een andere superspannende ontwikkeling. is dat allemaal farmaceuten in de wereld. bezig zijn met medicijnen. Die dat alfacinukline wat bezig is naar de overkant te zwemmen, aan te vallen met immuuntherapieën. En een immuuntherapie is een antistof die je ofwel passief inbrengt in het lichaam, ofwel met een vaccin door je lichaam zelf laat maken. En dan breng je wat alfacinukline in je lijf in en dan ga je zelf als het ware kruisraketjes maken die dat alfacinukline kapot maken. En de hoop is dat dat soort medicijnen Parkinson uiteindelijk moeten gaan afremmen. En dat moet je natuurlijk eerst testen in diermodellen. En nu heb je voor het eerst een heel betrouwbaar mooi muizenmodel om dat soort medicijnen te gaan toetsen. Dat is de waarde voor mensen met Parkinson. Dus hier wordt nog niemand morgen beter van, maar het is wel een heel waardevol diermodel. En het geeft hele cruciale, fundamentele inzichten in wat er misgaat in de hersenen. En hoe we dat mogelijk in de toekomst met therapieën kunnen gaan ondervangen. Dus wat mij betreft belangwekkend werk, wat ook weer een stukje hoop geeft voor alle mensen met Parkinson. Misschien nog wel twee belangrijke dingen om te melden wat mensen niet kunnen verwachten van die studie. Eén is: je moet nu niet naar je huisarts of je neuroloog rennen en zeggen: hé, hey, moet ik mijn zenuw doorgeknipt krijgen? Die studies in de vijftig jaren bij die mensen met een maagsfeer lieten zien dat dat echt dramatisch slechte effecten heeft op je hele maag-darmstelsel. Die mensen hadden verlamde darmen, die waren echt, geloof me, van de regen in de drup. Dus dat is absoluut niet een behandeling uh, die je moet willen. Um, het tweede is dat mensen soms zeggen: hé, hey, wat moet ik dan anders eten? Moet ik dan andere eiwitten eten om te voorkomen dat ik Parkinson krijg? Zo is het ook niet. Ik zal in een, een ander rapport een keer uitgebreid ingaan op goede diëten voor mensen met Parkinson. Maar dit betekent niet dat je iets anders moet eten. Het is ook niet besmettelijk. Hè? Mensen denken soms: hé, hey, kan dat alfasnucline, wat kennelijk springt van cel naar cel, bijvoorbeeld mijn man of mijn vrouw of mijn kinderen ziek maken? Parkinson is niet besmettelijk. Dus je hoeft niks anders te gaan eten. Je moet niet je zenuwsvagens laten doorknippen. En Parkinson is niet besmettelijk. Dat zijn dingen die niet uit die studie naar voren komen.